Ik heb vaak veel zin in video's, zoals toen we buiten gingen kamperen. Daar had ik echt veel zin in. Dat ging ook goed. Toen haakte hij nog af trouwens. Maar vandaag ga ik niet afhaken, want dit is mijn challenge. Ja. Vandaag zijn we door McDonald's uitgedaagd. Uitgedaagd. Dat zeg je. Dat zeg je altijd. In 2014. Vandaag hebben wij McDonald's het idee voorgesteld. McDonald's heeft dit gewoon gesponsord, dus dat is super vet. Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag hebben wij iets super tof. We gaan vandaag naar iets echt leuks doen. Echt leuk. Kijk, wat we normaal. Even een vette shot. Wow! Vandaag zijn we hier met de jassenzoepen. Yeah, hi! Doe de hi! Doe dan! Hij gaat overduidelijk richting de McDrive op zijn fiets. En wij gaan het ook doen, maar dan in deze fantastische Vito MB. Wat wij vandaag gaan doen, is wij gaan naar de McDrive. Ja, maar niet zomaar. We hebben wel meer honger dan één McDrive. Ja, meer honger dan één McDrive. We hebben heel veel bestellingen die wij willen plaatsen. En dat gaan we doen in elke provincie van het land. Dit is het hele menu. Ja, dit is het hele menu. Dit is het hele menu van de McDonald's bestellen, maar niet in één keer. In elke provincie willen wij een McDrive pakken. Ja. Het gaat echt heel lang duren. We moeten gewoon heel Nederland op. Het idee is als volgt, er zijn in Nederland, hoeveel provincies? 43. Ja, goed. Nee, er zijn 12 provincies in Nederland. Oh, okay. Er zijn 12 provincies in Nederland en we hebben 36 brieven. En bij elke McDrive dat we zijn in een provincie, mag iemand er 3 pakken. Zo, dus stel je voor, ik pak nu, Roel pak nu. Eentje. Nee, 3. Ja, 3, maar hij begint met 1. Raoul, lekker. Koen en, oh, Milo. Okay. Raoul, Koen en Milo. Oh, hebben wij niks te eten. Nee, dan hebben jullie dus niks te eten. En wij moeten opeten wat in deze envelop zit. Dat moeten we bestellen en opeten. We hebben een vette bus gehuurd. Ja. Met binnen een zieke apparatuur. Nu hebben we dat shot van Giel met die drone. Dat vind ik zo leuk. Een drone. Koen. Ja? Doe jij de navigatie? Ja. Oh, nou jongens, dat gaat niet goed komen. Ja, we gaan er nooit komen. Je vraagt dit om een kutopmerking te maken. Lijkt een beetje op jou wel. Mannen, wat is het plan? Ik ben misselijk. Ik ben onvredig. Oh, wat zo'n dag. Mag ik mijn Gameboy? Wat is de provincie volgorde? Wat we gedaan hebben, we hebben Macs gezocht. Maar hebben ze wel een McDrive? Ja, het ding is, ik heb net gewoon 12 Macs gezocht om zeg maar de meest praktische, snelste route door het land te komen. Dat je wel alle 12 provincies raakt. Dat je niet helemaal diep in Groningen heen hoeft of zo. Ja, dat je niet helemaal naar, dat je net Groningen, net in de... Ja, maar dat boeit niet. Het probleem is, ik heb McDonald's gezocht. Ik weet niet of ze allemaal een drive-in hebben. Daar hebben we niet naar gekeken. Ja, maar eerst naar Gouda. Dat is jouw hometown. Dat is mijn hometown. En dan? Gaan we dus 3 enveloppen pakken? In de drive-in. Weet je waar ik ook zin in heb? Dat Matt met deze bus dan zo'n hele smalle drive. Ik weet niet hoe hoog die dingen zijn. Ik hoop echt dat we dan zo'n hele smalle drive komen. Aangezien al die schilders ook altijd met een busje door de drive kunnen, dan kan dit ook. Wat zijn de odds dat Matt sowieso 1 keer kortsluiting krijgt door iets van die bus? Ik kreeg de schuld van die kortsluiting van dat autootje gooien, dat was ik helemaal niet. Even nu zeggen. En die keer in Benidorm, was jij dat ook niet? Ik heb dat niet gedaan! Kijk, nu weer. Dit was dus het moment dat er een leuk voice-over stukje zou komen, maar ik wil dit moment toch graag even aanpakken om nogmaals te zeggen dat ik niet dat autootje heb gegooid. Ik zie hier voor mij de gouden bogen. Ik film nu de gouden bogen van Koen's haar. De gouden bogen. Jij bent wel een beetje het gezicht. Jij bent van een beetje Ronald McDonald. Als jij dus nu zo zit, zo'n chubby vet. Heb je nou een nieuw gezicht van Ronald McDonald? Het is 2 uur 's middags en we hebben nu de eerste. Maar we kwamen net tot de conclusie: de laatste zit in Goes. Hey, wie gaat als wie gaat er eerst pakken? Onderweg. Maar gaan we dat? Gaan we dat halen? Wat een leuke aardig. Gaan we dat halen? We gaan het zien. We gaan het mee. We moeten gewoon karren. Zal ik pakken omdat het gewoon toch wel gouden beetje hometown is? Oké. Envelop 1. We kunnen wel gezellig envelop 2. Heerlijk dineren hier langs de water. Heb ik geen tijd voor, Matt. Ik heb 3 enveloppen voor de mensen die ze kijken. Jullie kunnen laten gaan zitten. Ik ga erin mee blijven. Koen, Rob. Ja! Twee keer lekker bro! Koen heeft dus alles random erin gedaan en random namen gegeven. Ja. Iedereen een stuk of 7 enveloppen. Maar het zou dus best wel kunnen dat je 5 keer drinken hebt en maar 2 keer eten. Ze gaan onze bus bekladden. Ze zijn allemaal kinderen. Ja. Het zijn meisjes! Ja! Jongen, ik heb hier mijn eerste ding. Hamburger! Normale hamburger! Gewoon een normaal kleine hamburgertje. Rob. Voordat je opent, jij hebt net in de auto een spelletje lopen spelen. Ja, ik heb net even lekker een McDonald's app gedownload. Ik moest kipnuggets stapelen. En wat denk je? Bro, je moet snel spelen. We zijn bijna in McDrive, je moet je dingen erover maken. Ik heb gespeeld en ik heb mijn X-Medal al unlocked. Dus nu ben jij aan de beurt. In de tussentijd maak ik even mijn vlog over. Ja, we zijn heel benieuwd. Wat heb jij? Een grilled chicken salad. Een salade? Fitbody, boys. Ja. Milkshake naar keuze! Nee, de milkshake! Ik had als dat raam zo open staat misschien toch beter schoenen aan kunnen trekken. Het is echt koud, ik zit ook met mijn voet in mijn trui. Hi, goedemiddag, mag ik 1 hamburger? Grilled chicken salade. Chicken salad. Een milkshake van hier. Ondertussen, terwijl dat wij door de drive gaan. Maar jij bent er trouwens wel goed in. Ik was hier echt veel slechter in. Oh, je staat op z'n tering recht. Oh nee, dat gaat niet. Maar zeg, mijn toren ging zo. Ja, nu onder druk. Moet je met zwaar goed bezig gekregen. Rol heeft hem al gehaald. Oh, bam! Hey! Ja. Jongens,
Hans in die lekker in milk zijn. Volgens mij, als je echt honger hebt, kun je beter die salade bestellen dan een burger. We moeten weer een hele menu eten. En vorige keer was dat best wel zwaar op het maagje. Dus we moeten ook gewoon veel eten. Ik heb echt een lekker burger. Gewoon lekker handig. Ja, jij hebt wel een lekkere inkomen, hoor. Die salade heb ik nog opgeleverd. Maar er zit zout en peper bij. Salade wel, man. Die heb ik de vorige keer gegeten. Die is lekker. Jongens, ten allereerste vinken we Zuid-Holland af, hè? En lekker burgertje. Een slokje. Nee. Kunnen we een soort deal sluiten dat ik straks iets ga doen? Nee, niet aan deals. Dat is geen diplomatie. Ik wil best een deal sluiten. Dan ga je nu wel lekker sluiten dat ik gewoon nu die hamburger van Koen op eet. Ik heb echt best wel veel. We staan hier nou heel rustig, maar we hebben wel strak tijdschema. Maar weet je wat ik wel net al heb gedaan in de McDrive? We hebben het gezien. Ja, ik heb een klein spelletje gespeeld. Ja, maar deze maand, zoals we al geteased hadden in de vorige video, staat in het teken van de McDonald's app. Normaal gesproken heb je natuurlijk de kortingen, weet je wel. Ja, die kalender die ken ik wel hoor. Alleen dit jaar zijn ze een stapje verder gegaan. Nee, deze maand kun je in de McDonald's app, laten we zeggen de X-Masters. Elke dag. Oh, jij wist het al. Ik heb al 6 X-medals. Je hebt elke dag namelijk in de McDonald's app een giveaway of een minigame waarmee je bijvoorbeeld X-medals kan verdienen. Ik heb al sokken gewonnen. Dat is trouwens ook ingewikkeld. Ik heb al sokken gewonnen. En je kan vandaag ook een LG HD-TV winnen, ook in de app. Dus dat wil je, als je deze game gewoon even goed doet. Zo. Dit is heel lekker. Oh, jij bent heel goed in stand en jumpen. Ja, maar dit is een beetje soort mijn specialiteit. Maar ik vind wel dat je nu ook moet springen als je op springen drukt. Nog niet. En... Ja, hij heeft hem. Over die prijzen gesproken trouwens. We komen nog even in beeld. Dat is dit. En dit. En dit. Mensen, download die app en wij gaan onze missie De McDonald's voltooien. App staat in de beschrijving. En wij gaan vandaag nog wel even spelen. Ja, maar dat spelen kunnen we natuurlijk beter al rijdend in de bus doen, want we hebben geen enkele tijd meer te verliezen. We zitten in een goed tempo. Zijn we tempo of hebben we toevallig netjes die dicht bij elkaar liggen? Nou ja, maar dit zijn de eerste provincies, jongen. Provincie Utrecht. Swipen we er nu ook doorheen in Woerden. Maar goed lekker. Die drie enveloppen erin. Dit is één, ik pak gewoon drie naast elkaar. Koen weer. Koen. Nou, oeh, kut. Yes. Nee, ik wil er tussen zitten. Wacht even, Matt of Milo? Krijgt er geen. Krijgt nog niks. Koen weer! Oeh, een veggie homestyle crispy. Oh, lekker. En de tweede bestelling is een... Sunday naar keuze! Zo! Hij heeft wel geluk ook. Lekker koud, wel lekker koud ook. Iced fruit smoothie. En ik heb het al zo koud. Een iced fruit smoothie, nee! Hé, hey, mag ik een koffie? Die is weg. Kun je het bestellen, Lou? Oh, wat voor koffie wil je? Koffie. Hey, goeiedag. Mag ik een veggie crispy chicken, een iced fruit smoothie banaan en aardbei en een sundae chocola? Rib Rob's koffie. Ik vergeet die koffie te bestellen, hij weet het en dan zegt hij niks. Hij vergeet gewoon koffie te bestellen. Wat, kijk uit de muur. Ja, als niemand dit aanpakt. Ja, je geeft hem toch niet aan. Hoe kan ik hem aanpakken als jij daarvoor bij de dashboard houdt? Hey, Gekkie hier. Hey, crispy chicken. En een lekkere sundae. Ik ga lekker smikkelen. Lekker hoor. En je hebt al 4 van je 7 dingen gehad. Nee, 3 jongen gek. Is het heel koud? Het is ijskoud. Koentje, smaakt het een beetje, jochie? Ja. Wil je lekker het eten? Weet je wat helemaal mooi is? Ik eet dit en heb ik straks nog lekker mijn sundae. Wat is de volgende? De volgende is? Muiden. Hoe lang is dat nog? Half uur. Ik vraag me af of ik het komende half uur niet nog op mijn stokje ga. En als ik dan bij Muiden niks heb, dan haak ik af. Besef ook, na Muiden hebben we Almere, dat ligt heel dichtbij. Maar dan moeten we helemaal naar Friesland, Groningen en zo. Jezus. Dus als je deze twee in een vlog pakt... Ik kan niet bij zowel Muiden en Almere niks hebben. Nou ja, kan wel. Stel je krijgt niets, dan is het een klein frietje. Als ik bij Almere zoiets heb pakken, moet je dat koekjes gewoon even iets pakken? Nee, absoluut niet. Maar wat ik me wel afvraag, hè, Koen heeft die naam op die envelop geschreven. Dus ja. Milo, vind jij het op een gegeven moment nog toeval dat je niet getrokken wordt? Of denk je dat er gesaboteerd is? Staat mijn naam erop. Mag ik die envelop even zien? Nee. Hé, Matt, hoe lang nog, jongen? 29 minuten. Hartstikke idee. Op naar Muiden. Helaas bleek het toch een slecht idee te zijn om Matty achter het stuur te zetten. Mag ik jullie wat vertellen? Het is hier helemaal niet. Heb ik het verkeerd ingevuld? 14 minuten. Nog 14 minuten nog? Ja. Daarom zijn we... Wij dachten dat het een verkeerd reden. Het is niet goed, nee. Oh, nee. Wat goes gaan we niet meer redden. Hé, maar even... Goes Meeuwis. Hel dit is max. Ze gaat het niet. Dit overduidelijk kleine foutje, wat natuurlijk iedereen had kunnen overkomen, kost ons uiteindelijk wel dik 20 minuten. Maar de spanning was gewoon niet meer te houden in de bus, dus worden de enveloppen in de tussentijd al wel getrokken. Dit is Muiden. Ik hoop dat ik Milo heb, maar dat hij wel alleen een frietje krijgt. Nog 10 minuutjes, jongens, dan zijn we er. Matty! Ja, Matty! Ja! We hebben hem, Koen!
Oké, nu is er één belangrijk ding. Ik wil niet meer. Nee, ik wil niet. Ik moet nog 10 uur in die auto zitten. Dit mag geen Milo zijn. Hoezo mag dat niet? Dat is leuk. Dat is heel raar. Een P. We hebben niemand in onze groep met een P. Ja, ik zie alleen een P. Kijk, een P. Dat is Rob of Raoul dan. Dat is Rob! Yes, Nick! Ik ga dood van de honger! Voordeel voor jou is dat Matt niet verkeerd is gereden, waardoor het weer een kwartier is uitgesteld. Dat is wel een voordeel voor jou. Oh, Matt is wel verkeerd gereden. Ik weet hoe vervelende dingen jij hierin hebt gedaan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Het mooie is dat Milo allemaal aan het uitlachen zijn. Milo heeft ook niks. Stel, Matt heeft nu iets wat waardeloos is, heeft hij eigenlijk ook nog niks. Bro, ik heb alleen een smoothie gehad. Ja, jij hebt eigenlijk ook nog niet echt iets gehad. Ik heb wel een burger. Oh. Maar het is wel een glutenvrije quarter pounder. Ah. Nee, maar ik vind quarter pounder, dat vind ik erg lekker. Ik zie hier achter op het ding van je ziet letterlijk. Oh jee. Saus naar keuze, deze moet je leeg likken. Misschien mag je wel een rietje. Stel, Milo had dadelijk zijn eerste ding. Oh, dat is mooi geweest. Dan moet je nog een suiker nemen. Dat is natuurlijk. Kom, besef, jij hebt nog maar 3 over hierna. En je moet er nog dat hele land door. Kijk, om toch even aan de groentje te doen en een lekkere. Ah! Ah, papier snijden op een heel zijn kop! En side salad. Oké. Maar wil je daar een beetje saus bij doen? Nee. Ik heb wel zin in. Lekker bakje sauskoppie. Heb je wel suikertje? Als hij door de zoetzuur, was hij niet zo zuur. Ik heb nog nooit zoetzure saus los. Gereten. Maar gelukkig komt daar nu verandering in. Maar Rob, ga even pauze nemen. Jij gaat rijden en zoetzuur eten. Ga ik even. Jij gaat even spelen. Ik heb nog geen eens meer al gehaald vandaag. Oh, mensen, we halen even een frisse neus. Want ja, het is echt. Mijn neus is helemaal niet fris. Nee, maar we hebben wel weer een provincie afgevinkt. Ja, heb je hier nog een vette app die we kunnen spelen? Ik ga de McDonald's app zo open even mijn X-middel halen. Ik heb Santa Jump nog niet gehaald. Ik wil gewoon graag aan die giveaway meedoen. Maar even 2 dingen. 1. Waar is mijn saus? Ze hebben attributen voor Rob. Een mes en een vork. Het is maar 25 milliliter. Lik nou! Dit is al tanto overheersen en ik moet dat hele kuipje. Is lekker. Ondertussen begin ik aan mijn quarter pound glutenvrij. Het broodje ziet er wel iets anders uit. Ondertussen zijn lekker die smerige saus. Gat, je had helemaal druppelen zo. Eigenlijk moet hij helemaal leeg. Maar moet dat binnen nu? Ja, hij moet nu. Binnen nu. Voor de volgende dat je kip nu. Ik zou het gewoon lekker nu doen, dan ben je er vanaf. Ik had echt honger, maar ik vind hem lekker. Maar gewoon een quarter pound is wel lekker. Maar als je gewoon geen gluten kan eten, nou, dan zou ik deze doen als ik jou was. Oké, mannen, eet smaak. Op naar huis! Op naar huis! En zo rijden we door naar het prachtige Almere. En dit is een heel mooi shot van de McDonald's van Almere. Even voor de duidelijkheid, bankzitters. We gaan nu weer pakken en hierna duurt het anderhalf uur moeten we naar Friesland. Als Milo niks zegt, is hij echt de lul. Ik wil deze en ik wil de onderste. Taka! Rob! Yes! Weer! Yes! Tak! Matty! Nee! Oh mijn god! Nee! 3, 2, 1. Nee, weer Matty! Bro, ga maar voor! Kan dit? Ik heb een Happy Meal met wortels! Oh, ja! En de tweede voor FIFA Philosophy. Matty, Philosophy of Sweet. Single quarter pound, nee. Daar zit ik alleen maar niet in. Maar ik word nu echt fucking veel eten. Ik wil wel even wat eten. Waaah! 40 chicken McNuggets! Maar ik 40 nuggets krijgen, wat best veel is. Mag ik ze dan ook delen met Milo en Raoul? Nee. Denk je dat ik dat wil? Goedemiddag! Mag ik 40 McNuggets? 2x20 zeg maar. Een Happy Meal? En een single quarter pound? Een munt egg? Nee! Dat mag niet. Nee, geen munt egg. En een munt egg? Nee, geen munt egg. Ik weet niet of allemaal leeg likken. Die nuggets kun je best wel lang even gewoon lekker. Die laat gewoon lekker erin zitten. Ik ga er gewoon voor smullen, maar we moeten even kijken waar we heen gaan. Want we hebben nu dus Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht en Flevoland gehad. Ja. Nou, dus we gaan nu naar Friesland. We hebben er pas 4 gehad van 12. Maar waar willen we heen? Willen we bij... Ik wil naar Heerenveen. Heerenveen is dichterbij. En een shirtje kopen met Heerenveen is dichterbij. Achterop. Maar we komen over die weg. Dus we komen er een stuk of 3-4 tegen. Zullen we naar alle achterste gaan om Milo te kutten? Ik heb toch 40 nummers. Dus bro, we willen gewoon snel thuis zijn. Ja, maar dat maakt niet uit, want je moet altijd over die weg heen. Dus het is even lang. Ik vind het idee van Milo kutten. Daar ben ik zo fan van. Laten we dat doen. Dus laten we naar achter gaan. Ja. Mooi. 3 keer raden waar we nu zijn. Mannen, aangezien we niet alleen in de auto willen zitten, een beetje cultuur snijden. Ja. Ik pak er 3 naast elkaar, dan is de kans. Doe nou niet drie naast elkaar. Deze en deze. Nu is het eindelijk jouw tijd om te shinen. Oké, dan gaan we de eerste. Eerste. Ja, let's go. Kom op. De tweede is. Ja! Is dat Milo? Ja. Klein vriendje. En de laatste is. Wat? Moet ik weer in? Zoals jullie weten, onderweg hierheen had ik 40 chicken McNuggets. Ik heb natuurlijk precies uitgerekend hoeveel ik erop heb. Ik had er maar 35, dus wat Raoul wil pakken, het is voor mij. Nou, Rob, dan krijg je nuggets terug. Nuggets, ik heb ook nuggets. 20! Nee! Hij
zo, die wilde ik zo toe graag. Die wilde ik graag. Klein vriendje. Wat je nu krijgt is dat Mattie zit helemaal vol en hij heeft nog niks gehad. Glutenvrije hamburger! Daar zijn we dan. Yes. Hé, Milo, je kan eindelijk eten. Ik kan eindelijk eten. Ik heb echt zin om helemaal naar Groningen en dan naar Maastricht te rijden met jullie. We doen net of we naar Maastricht moeten, we gaan naar Ven rijden. Helemaal naar Groningen. Van Brabant. Weet je wat wel een ding is? Er zijn zeg maar in Groningen 3 McDrive's in het centrum. Dan denk je, dan pak je die buiten de stad. Maar als je daar inzoomt, dat ligt dus net, dit is de grens, ligt net in Drenthe. Dus dat telt niet. Dus we moeten echt maar richting het centrum. Mag ik 20 McNuggets? 9 kipnuggets. 9 kipnuggets. En een glutenvrije hamburger. En een glutenvrije hamburger. De gluten erbij. En ook water. Maar dat is zover. Voelt alsof ik nog nooit in leven gegeten heb. Hier heb je die nuggets trouwens. Maar kijk wat ik hier weer heb. Ik ben een hap van iets in mijn buik. Nee, voor de eerste hap eet er zo lang. Laat het ons weten. Ik zie deze man gelukkig zijn. Maar ik zie jou genieten. Dit is heel lekker. Nou, dat is echt lekker, maar gewoon het feit dat ik iets mag eten is al gewoon echt een heel grote stap. Hij had hem in 3 happen al op, maar Milo heeft tenminste iets in zijn maag zitten tijdens de rit naar de meest noordelijke McDrive die we gaan bezoeken. Oké, we zijn nu, als we nu zo naar buiten kijken, wauw, het prachtige Groningen. De eerste is... Doe maar twee. Hey, Nippie! FC Roelie, hartstikke idee. Yes! Ja, Milo. Hatsa! Kutsel. Nou, nog een keer! Maar hier ga ik ook zo spijt van krijgen. Grote Franse frietjes. Ja, nu krijgt hij medium Franse frietjes. Ja. Ik steek hem nu met Fristie! Dubbel quarter pounder. Ik heb voor het eerst in mijn leven een dubbel quarter pounder op. En het ging heel snel naar binnen. Maar dit is even fijn eten, hè? Dit is een beetje, je moet de technieken van de Mac stappen. We zitten eigenlijk op de helft. We zitten nu 6 van de 12. De sfeer zit er ook lekker in. Ja, dat wel. We beginnen wel ruzie te krijgen. En ik was trouwens niet degene die het autootje tegen de muur aan knalde. Dat was ik niet. We zijn deze twee. Hebben na 5 uur komt nu de climax, de botsing. Als wij ooit echt gaan roadtrippen, gewoon door de buitenkant heen. Hoezo, ik woon al 9. Ja, maar dan kan je ook anders lopen. Nee, jongen, wij zitten al een week lang op vakantie. Ja, ook dat nog. Ja, maar toen waren jullie nog soort van jong en niet zo dominant. We zijn nog steeds jong. En nog steeds dominant. Heel oud en verrimpeld. Ja, met je rimpels. Oké, mannen, we staan nu bij de Mackie in... Ja, maar we zijn net al naar binnen gereden, toen kwamen achter. Ja, we hadden helemaal niet opgenomen. Dus we hebben nu 2 cappuccino's, 2 water gehad, omdat Lidl voor de rij zonder iets te halen. Wat heeft er 3 gepakt? 3, 2, 1, takka! Mattie! Ja, ja. Mattie! Ik zal meteen even mijn flurry eruit pakken. Kleine Franse frietjes. Kleine Franse frietjes. Lekker roketje! Een iced frappe. Lekker hoor. Na Groningen stond Overijssel op de planning en gelukkig hebben wij daar toevallig een vriend van de show wonen die wel van een kleine Mackie houdt. Hey. Het praten is allemaal gezellig, maar we hebben haast. Pak 3 en 4. Doe eens even bij je door de bus. Ja! Ja! Ik zeg eerlijk, ik kan niet aan me zien, maar dit is een van mijn favorieten. Oh. Oei, oei, oei! De dubbel big taste! Hey. Ja. Het is wel een grote envelop, ook een hele grote speler. Mattie! Nee. Dat is de laatste van mij, hè? Niet die McFlurry, niet die McFlurry. Niet die McFlurry. Dat het één ding is, McFlurry, daar kun je zien. Yeah. Nee, 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 fuck! Hij heeft ook gewoon een toetje als laatste. Oeh! Ja. En jij krijgt de dubbel, maar de single big taste. Huh? Ja, ik wil een shaky. Shaky? Was het shaky? Ja, vanille. Ja, medium. Ja, en zo kon Robbie onder het genot van een stevige burger zijn geliefde PSV kijken op de achterbank van de bus en besluiten we het tempo er lekker in te knallen. We zijn nu 3 minuten van de McDonald's van Apeldoorn verwijderd. Wij moeten nog even enveloppen trekken voor deze. De eerste is voor ons Rob. De tweede is voor ons Milo. Ah. En de derde is voor ons Milo. Nee, de filet au fish. Hey. Ik knal deze teller achteraan open. Triple chocolate cookie. Oh, oh, zo lekker hoor. Een lekkere cheeseburger. Oh. We gaan lekker eten en door, want ik wil naar bed. Het begint inmiddels steeds later te worden en dat zorgt ervoor dat er een ware kerststemming aan het ontstaan is in de bus. This Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away, gave it away. Don't want a lot for Christmas. Milo. There is just one thing I need, I don't care about the present. Ik heb de enveloppen, dames en heren. Dit is de 10e Mac, hè, van de 12. Ja. Koen! Is dat je laatste lied? Koen. Dit is Koen! Nee, ja, Koen! En de laatste is... Koen! Koen. Oh!
Wat? 6 chicken nuggets! Lekker nee naar keuze! Nee, die heb je later toegevoegd aan je schrijf. A chili chicken. Oh. Met nog 2 provincies te gaan scheuren we door naar Brabant. En dat was voor ons Rob een goede reden om de volgende banger in te starten. Zoals je net hebben gehoord, zijn er wel de mooiste Mac van allemaal. Ja, ja maar ik wil niet zeggen dat het bij mijn hometown is, maar Mackie Best. Hey, shout out. Ik wil bijna zeggen, it's the best. Ja. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Nou, vertel. Goede nieuws is, gefeliciteerd is vandaag 4 december. Dat betekent dat het net 12 uur is geweest. En voor ons is een nieuwe X-Master game uit. Nou, vandaag is het een minigame, maar kijk, ik ga niet zeggen wat er morgen komt. Hij is alweer lesje, denk ik. Trouwens, de prijs van morgen is echt ziek. Wat dan? Het is een McDonald's game koffer, waar je zo'n PlayStation in hebt. Ja. Het ding is dat het 5/12 is. De McDrive zijn in de tijd van de corona, van het virus, zijn ze maar tot 1 uur open. En we moeten nog naar Goes en dat is 1,5 uur rijden. We kunnen het proberen. We kunnen het proberen. Hoor, dit is al een powerful bus. We hebben niet alle provincies. Dat kunnen we niet doen. Maar zoals we de titel wel zeggen, zeggen we alle provincies. Ik heb een beter idee. Wat dan? Nou ja, we zijn toch eigenlijk gewoon naar alle provincies gegaan. Ja. We hebben alle provincies gehad, jongens! We moeten nog bestellen. Oh ja. We hebben nog enveloppen en laten we ze gewoon uitdelen de rest. Oh god. Rob, ik ben al klaar, dus... Ja, dat hebben we al 10 keer gezegd. Goed. U kent het wel. Roel heeft er nog 2 en de rest heeft er nog 1 en ik heb niks meer. Ik heb 2 Big Macs. Nee. Veggie Mac Chicken. Veggie Mac Chicken. Kun je dat nou weer wegspoelen? Homestyle Crispy Chicken. Oh, lekker. Flinke. Middel van Asfie. Ja! Cheese Snacks! Helaas is het ons niet gelukt om in elke provincie een McDrive te pakken in 1 dag. En dat komt voornamelijk omdat we te laat begonnen zijn. Maar ik vind dat wij een leuke dag hebben gehad. Zo. We zijn ook echt dichter tot elkaar gekomen. Ja, nou, echt ja. Veel ooit dan dit in de auto. Ik hoop ook dat het nooit meer gaat gebeuren. Heb je nou de McDonald's app nog niet? Wees snel, dan kun je die X-Medals gewoon even verzamelen. En dan kun je nog mee naar de endgame en vette giveaways. En met name, zeg maar, vandaag leuk, maar morgen die prijs echt vet. Ja, maar die wil je winnen. Maar elke dag prijs, hè? Elke dag prijs. Dat komt nog heel veel, dat is nog tijd genoeg. Laten wij lekker naar huis gaan. Zo. Naar Almere Haven weer terug. En dan... En we hebben het gehaald, jongens!